Hoe bevrijdde de vergroomde pannenset de Nederlandse huisvrouw? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, welkom bij het Rad van Fortuin, zou je kunnen zeggen. Wat is het prozaïscher dan een pannenset? In elke afschuwelijke quiz is een pannenset te verkrijgen. Of tenminste, dat was tot 20 jaar geleden, dat tegenwoordig krijg je een auto. Maar een pannenset, dat was een beetje je van het. Maar tegelijkertijd, welke betekenis heeft een pannenset? Wat is dat voor onderwerp van de designgeschiedenis? Dat kan ik heel makkelijk illustreren aan de hand van één plaatje. Een plaatje wat ik een keer gevonden heb in een Postbus 51-spot. Ik laat mijn studenten altijd raden, is dit een geposeerde foto of is dit een foto die in het echt genomen is? Nou ja, goed, als je met het onderschrift, dat zal heus wel een marketingbureau zijn die daar aan gewerkt heeft. Mannen staan steeds vaker in de keuken. Mijn eerste reactie was toen ik dit plaatje vond, dacht ik, waar bemoeit de overheid zich mee? Ik ga er even vanuit dat de Postbus 51 spotje is. Ja, en de overheid bemoeit zich met dit soort dingen, met zaken als emancipatie. Hè, dat er meer vrouwen aan de top zijn, maar dat er blijkbaar ook meer mannen in de keuken moeten. Want dat een vorm van emancipatie is. En de manier om duidelijk te maken dat het hier, bijna een cryptische bewoording, mannen staan steeds vaker in de keuken, misschien wel cynisch bedoeld, moet je wel heel goed de Nederlandse cultuur begrijpen. Moet je wel begrijpen wat die man daar staat te doen met zijn biertje. Ik zeg tegen mijn studenten altijd, het lijkt erop dat zij leuker is dan hij, dus het moet wel een geposeerde foto zijn. Ik ben er niet helemaal zeker van. Maar de manier om de boodschap van dit plaatje te begrijpen, is die pannenset. Natuurlijk, je kunt even ingaan op de keuken, een typisch Nederlandse goedkope keuken, die in allerlei sociale woningbouw te vinden is. Een heel goedkoop bruinvelfabrikaat. Je kunt als beginnend designhistoricus kun je raden wanneer zou dat plaatje gemaakt kunnen zijn. En dat indicatie is dan bijvoorbeeld dat de magnetron is nog niet ingebouwd en staat los op het aanrecht in de hoek. Maar de aanwijzing voor wat de bedoeling van dit setje, pannensetje, van deze dit plaatje is, die pannenset. Blijkbaar zit daar toch meer betekenis in dan je misschien aan de hand van die opstelling op de tafel zou denken. We moeten even terug in de geschiedenis. We moeten even een plaatje wat ik vond in de katholieke illustratie. Ik meen dat het de voorloper is van de panorama die nog steeds bestaat. En we zien een foto van meneer Koers die zich uitvinder vindt. En meneer Koers demonstreert een wasmachine. Een typisch jaren 50 doe-het-zelf uitvinding. Wij zijn geneigd te zeggen, nou volgens mij demonstreert die mevrouw die daarnaast staat de wasmachine. En meneer Koers staat met zijn hand op terug te kijken of het goed gaat. Dat zal wel, het is zoiets als een fietspomp. En een kookketel, wat in die tijd gebruikelijk was om de kookwas te doen, de witte was. En als je dat met belletjes doet, dat is natuurlijk gewoon het principe van de wasmachine, gaat dat wat sneller en dat kan op een hele goedkope manier. Zeker als je mevrouw geen salaris betaalt. Je moet je wel realiseren dat het in de jaren 50, 1952, dit plaatje, nog niet tot protesten leidde. Dat zou nu wel anders zijn, of het zou heel cynisch bedoeld moeten zijn. Maar hier staat een echtpaar. Een meneer demonstreert een nieuw product wat hij in de garage heeft bedacht. En zij demonstreert zijn product en is daarbij gekleed als dienstbode. Dat vond, tenminste, zij heeft een schort aan, maar de eerste impressie is dat zij toch het huishoudelijk werk doet. Dit is jaren 50 en als je teruggaat naar welke producten vrouwen gebruikten en op welke manier de relatie mannen en vrouwen door middel van producten ook uitgedrukt werd, is het heel interessant om te zien wat de maatschappelijke positie van man en vrouw was in de 20e eeuw. We gaan nog een stapje terug. Begin van de 20e eeuw, 50 jaar daarvoor. Een plaatje wat ik even laat staan, want het is wat klein en je moet even goed kijken, je hoeft niet alles te lezen. Een advertentie van een elektriciteitsfirma, Western Electric. En de uitdaging van die firma was om alles te kunnen leveren van elektriciteitsmaatschappij, van elektriciteitsgenerator, fabriek, tot het allerkleinste keteltje en het allerkleinste toastertje. De boodschap van dit bedrijf, die dus elektriciteit leveren en elektriciteitsproducten verkopen, is why have two standards of efficiency? En die two standards, dat kunnen we nu nog wel begrijpen, slaan feitelijk op man en zijn werkomgeving en vrouw rechts en haar werkomgeving. Het slaat op een fenomeen wat in die tijd door iedereen begrepen wordt en aan het eind van de 19e eeuw in Amerika letterlijk is bedacht. Het fenomeen van efficiency. Dat vinden we nu een doodgewoon begrip,
iets wat je handig doet, noem wel gauw efficiënt. Maar aan het eind van de 19e eeuw waren er een paar onderzoekers, economen, bedrijfseconoomachtige types. De beroemdste was Frederick Winslow Taylor. En die deden gebruiksonderzoek. En dat deden ze met behulp van een meetlat, van een meetlint. En behulp van een stopwatch. En als ze de kans kregen met foto's of zelfs met filmcamera. En ze gingen staalfabriek in, ze keken naar bouwvakkers. En ze keken naar hoe die mensen eigenlijk hun werkzaamheden efficiënter, makkelijker konden maken. En dat gebeurde vooral aan de hand van schaalvergroting. Een simpel voorbeeld, een bouwvakker die steeds een stapel stenen op moet tillen om een muur te metselen. Als je daar 10 bouwvakkers op een rijtje zet en je doet er 1 goedkoop 15-jarig werknemertje bij, die steeds zorgt dat die baksteen op een tafel ligt, zal aan het eind van de dag veel meer stenen gelegd hebben in de muur. En per saldo, inclusief dat kleine goedkope hulpje voor de bouw, een veel efficiënter, ook in financiële zin, product geleverd hebben. In de staal precies hetzelfde. Dat idee werkt dus in fabrieken, dat idee werkt grootschalig. Het komt op in een tijd, eind 19e eeuw, dat overal grote kantoren worden gebouwd. Grote administratieve, denk aan warenhuizen die een heleboel administratieve afwikkeling moeten doen. Er worden grote fabrieken gebouwd, er worden laboratoria gebouwd. En die worden bevolkt door mannen, hoofdzakelijk. En dat is een enorme omslag in de westerse samenleving geweest, dat grof gezegd de man eerst thuis werkte. Denk aan bakker, schoenlapper. En vervolgens een baan kreeg op kantoor of in de fabriek. Onder het regime van zo'n wetenschappelijk aangetoonde efficiency, met behulp van professionele apparaten. Typemachines vinden we nu, het is nu weer ouderwets, maar een typemachine was een professioneel apparaat. Wat alleen werkte als je daar een gestandardiseerd formuliertje in doet. Dat idee, het is een omslag naar doordachte rationalisering, doordachte efficiency. Daarop, een beetje lang verhaal, daarop richt zich deze advertentie. Dat die blijkbaar aantrekkelijk bevonden efficiency, die professionalisering, dat die ook wel eens van toepassing zou moeten zijn op de vrouw. De vrouw moest dus feitelijk hetzelfde recht halen, dezelfde efficiency nastreven. En in de advertentie wordt natuurlijk gekeken naar dezelfde professionele apparaten tot zich nemen, gebruik van kunnen maken, als haar echtgenoot die 's ochtends om 7 uur de deur uitgaat en om 6 uur weer terugkomt. Het is dus een kwestie van meegaan in de modernisering. Net als de man uit werken gaat als professional, wordt de vrouw opgeroepen door middel van dit soort vooruitstrevende Amerikaanse elektrische producten een moderne vrouw, een moderne vakvrouw, een professional te worden. Dat soort ideeën van efficiency, dat je onderdeel bent van een slim, gemanaged proces in huis, wordt vanaf de jaren 20 uitgevent in boeken en na de Tweede Wereldoorlog heel groot. Ik koop maar een gemiddeld huishoudboek op de rommelmarkt voor een euro. Dikke boeken die door honderdduizenden vrouwen werden gekocht en gelezen. En je ziet dit soort plaatjes. Hoe maken wij vandaag spruitjes, mevrouw, wordt hier uitgelegd. En dat doe je feitelijk door heel efficiënt te werk te gaan en je aanrecht inclusief ijskast, koelkast, gascomfort, spoelbak, als een soort lopende band te zien. Je moet op de manier zoals de arbeider werkt, doordacht, professioneel, te werk gaan als je zoiets als spruitjes maakt. Dat is de boodschap. Ook u, mevrouw, kunt het leren. Het is feitelijk, dat kunnen we bijna niet meer navoelen, en als een meneer Koers in gedachten helemaal niet. Maar dit is feitelijk een aanzet, een vorm van emancipatie. Het is een emancipatie tot professionele huisvrouw. Ik zie de dames lachen hier, dat is toch een emancipatie? Ja, juist die professionele omgeving was een verzoek, een aanzet, een ontwikkeling tot, maar ik ben ook als vrouw, ik ben ook professional. En wat was de bedoeling? Dat je je huishouden efficiënt zou runnen en dat je aan het eind van de dag tijd over zou houden om met je echtgenoot op niveau te converseren. Want anders kon hij wel eens andere bezigheden buitenshuis zoeken. En dat was niet de bedoeling. Dat is de inzet van de emancipatie tot omstreek 1960. In gang gezet, aangezet door professionele producten. Er verschijnen dit soort boeken. Want er zit natuurlijk ergens een weeffout in dat efficiency denken. Er zitten een heleboel weeffouten. Dat weet, we gaan naar de UvA, oh sorry, dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen. Maar ga naar een gemiddeld universiteit. Ga naar een gemiddeld groot instituut. En je ziet welke weeffout er in dit soort industrieel efficiency denken zit.
Die W-fout in gedachten zit al in de vertaling naar efficiëntie in de fabriek, grootschalig, naar efficiëntie in het huishouden. Het grote verschil is namelijk, mevrouw heeft helemaal geen personeel. Mevrouw is alleen. Mevrouw moet maar zien hoe ze efficiënt is, want heeft niemand om op de vinger te kijken of niemand om haar te helpen. Sterker nog, juist de vrouwen die zich niet een hulp konden veroorloven, werden aangesproken met het idee, maar als u nou eens professionele producten koopt, dan heeft u feitelijk uw elektrische bediendes in de buurt. Zo'n boek is dit boek. Een Amerikaanse, Christine Frederick. Helemaal doordezen van het efficiency denken. Haar man was degene die die bakstenen fotografeerde. Dat boek is vertaald en heeft de typisch Nederlandse titel gekregen, De Denkende Huisvrouw. En als je maar nadacht, als je maar de goede producten kocht, als je maar modern was, nou, dan zou je worden zoals de mevrouw op de achtergrond, met een elektrische stofzuiger, een elektrische koelkast, een elektrische koffiemaler aan de muur. En dan kon je in je mooie art deco zijden japonnetje neerkijken op de sloof die nog alles met de hand deed. En niet elektrisch of niet met gas. Het is een aanzet tot modernisering. Het is een idee van, mevrouw, als u nieuwe, moderne producten gebruikt, bent u bij de tijd en emancipeert u. Bent u vakvrouw, bent u professional. Nu kom ik aan bij dit plaatje. Een brochure net voor de Tweede Wereldoorlog uitgegeven. Een promotie voor elektrisch koken, wat toen heel duur was, ingewikkeld was en uiteindelijk niemand ging doen. En waar mij het om gaat is natuurlijk de fantastische pannenset die daar staat. De vergroomde pannenset, die op dat moment al zeer modern werd gezien. Tot dan toe, tot de jaren 30, kochten Hollandse huisvrouwen emaille pannen. Emaille pannen waren namelijk net zo goed als roestvrijstaal of vernikkeld of vergroomde pannen. Veel goedkoper, makkelijk te vervangen. Gingen wel ietsje sneller kapot. Nee. De moderne vrouw had een vergroomde pannenset om te laten zien, ik ben een professionele vakvrouw. Deze pannenset gaat over emancipatie. En jonge vrouwen natuurlijk al lang niet meer. Jonge vrouwen denken van, ja, dit is een ding om mij achter het aanrecht te positioneren, wat in de jaren 60 opkwam. Het idee van, in de jaren 60 moet je juist geen huisvrouw meer willen zijn. En ontstaat het barretje. Er ontstaat niet meer het doorgeefluik. Een barretje met een keuken waar niks meer modern is, maar juist rustiek, juist worden er pannen meegenomen uit de bric-à-brac-winkel of uit Frankrijk. En wordt er getoond van die moderne keuken, met die mevrouw met die pannenset in het begin. Nee, die wordt juist omgevormd tot onderdeel van het huis. En de huisvrouw wilde geen huisvrouw meer zijn, maar vrouw. Maar geëmancipeerd met haar man. Maar deze eerste vorm van emancipatie wordt begeleid door dit soort professionele producten. Is alles moderniserend? Is alles een gevolg van efficiëntiedenken tot in de jaren 60? Nee. Onmiddellijk nadat dat efficiëntiedenken, denk ook aan die schitterende lopende band in de vorm van een aanrecht, of aanrecht in de vorm van een lopende band, overal dat het gedachtegoed behoort, dat het in een modern huis past, komt uit hetzelfde Amerika het idee dat je een soort tegenhanger moet hebben van dat idee de vrouw achter haar moderne pannen. En dat is de barbecue. De barbecue is niet binnen, maar gaat naar buiten. De barbecue is niet elektrisch, maar is met vuur. De barbecue wordt niet bediend door de vrouw, maar door de man. De barbecue is overdreven primitief in plaats van modern. En de barbecue laat zien dat in de vrije tijd, als een soort cultureel contrapunt van de modernisering, iets ontstaat wat we altijd nodig hebben. De gloeilamp, de open haard bij de centrale verwarming in precies dezelfde tijd. En de barbecue in samenhang met de vergroomde pannenset en het elektrisch koken. Dames en heren, je hoeft niet veel te doen om iets van designgeschiedenis te begrijpen als je goed kijkt, als je goed nadenkt. Als je kijkt wat de betekenis van ook een pannenset kan zijn. En de les van de pannenset is misschien wel dat de consument, de huisvrouw, de culturele ontwikkeling, die zich bemoeit met hoe het huis eruit ziet, wie mannen en vrouwen zijn en de positie ten opzichte van elkaar, dat die belangrijk zijn. En dat het heel vaak niet de ontwerpers zijn, maar de culturele ontwikkelingen die iets zeggen over wat we met producten uitdrukken en wat we met design bedoelen. Ik dank u voor uw aandacht.